Er verandert de komende tijd veel rond uw pensioen. Hoe zit dat? Laten we beginnen bij het begin. Zolang u werkt, verdient u salaris. Maar zodra u met pensioen gaat, valt uw salaris weg. In plaats daarvan krijgt u van de overheid een AOW-uitkering. Maar dat is meestal niet genoeg. Los van wat u eventueel zelf geregeld heeft voor uw pensioen, ontvangt u bovenop uw AOW het pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd. Dat betreft in ieder geval uw pensioen bij pensioenfonds PNO Media. In het verleden konden mensen rekenen op een pensioen dat inclusief AOW zo'n 70% was van het laatst verdiende salaris. De pensioenen zijn de laatste jaren echter niet meegegroeid met de inflatie. Dat betekent dat u straks waarschijnlijk minder pensioen ontvangt dan waarop u wellicht gerekend heeft. Er gaat de komende tijd veel veranderen rond uw pensioen. Het pensioen dat u kunt bereiken gaat daardoor verder omlaag. Laten we eerst kijken naar het pensioen dat u later kunt verwachten van PNO Media. Een deel daarvan heeft u reeds opgebouwd. Een deel zult u nog opbouwen tot u met pensioen gaat. Het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd gaat in zodra u 65 jaar wordt. De hoogte van dit pensioen moet helaas worden verlaagd. Een uitleg daarover vindt u in filmpje 1. Als u bij uw huidige werkgever blijft werken, blijft u de komende jaren pensioen opbouwen bij PNO Media. Neemt u deel aan pensioenregeling PNO 1, dan gaat u minder pensioen opbouwen dan u tot nu toe deed. De pensioenuitkering die u straks ontvangt, wordt hierdoor minder. Meer daarover in filmpje 2. We blijven even bij het pensioen dat u nog gaat opbouwen tot uw pensioen. De ingangsleeftijd van het pensioen dat u nog gaat opbouwen verschuift in 2014 naar 67 jaar. Wat dat voor u betekent, ziet u in filmpje 3. Niet alleen de ingangsdatum van uw pensioen schuift op, de komende jaren gaat ook de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar. Dat leggen we uit in filmpje 4. Uw PNO Media pensioen en uw AOW gaan straks dus op verschillende leeftijden in. Maar wanneer u daadwerkelijk met pensioen gaat, bepaalt u nog steeds helemaal zelf. Stel nu dat u kiest voor een pensioendatum die voor uw AOW-leeftijd ligt, dan ontvangt u dus een periode al wel een deel van uw PNO Media pensioen, maar nog geen AOW. Dit tijdelijke gemis aan AOW kunt u met het pensioen van PNO Media overbruggen. Hoe dat werkt, leggen we u uit in filmpje 5.